is belangrijk, weet je, dat gevoel dat je dingen niet nodig hebt. Dat is belangrijk. Daar moet je ook in investeren, het gevoel dat je dingen niet nodig hebt. Weet je wat ik wel eens doe? Ik ga wel eens naar de winkel, dan koop ik een bloknootje en een potloodje. Dan loop ik een restaurant binnen, neem bij 6 willekeurige tafels de bestelling op. Loop meteen weer naar buiten, flikker ik de hele tering sowieso in de straat. Ik heb het niet nodig. Oh. Moet je doen. Dan lucht op, jongen. Woe. En kijk, ik zeg niet dat je nooit dingen moet kopen of zo. Dat hoor je mij niet zeggen. Heb ook, soms moet je jezelf verwennen. Dan koop je gewoon iets leuks. En dat laatst ook voor mezelf kocht, dat vond ik dan fijn. Dat ik van die mooie, dure, zwart, leren Italiaanse laarsjes gekocht. Vond ik mooi met zo'n ritje zo aan de zijkant. Vond ik mooi. Ja, van die mooie, duur. Nou, waren niet eens zo heel duur. Maar wel echt Italiaans. Ja, echt Italiaans. Tenminste, hoe spreek je dat uit? Scapino, dat is Italiaans. Nou, doet er niet toe. Het punt is... Nee, stel nou, kijk, het punt is, je moet niet, weet je, jezelf verliezen in het materialisme. Je kunt niet dingen blijven kopen, soms koop je te veel. Sla nergens op. Dit is een voorbeeld. Een tijdje geleden liep ik met mijn vriendin door de stad. En we wilden naar huis, want we hadden niks gevonden wat we wilden hebben. Iedereen in de stad was irritant, dus we wilden naar huis fietsen. We wilden naar huis fietsen, maar het begon te regenen. Oh, het begon te regenen en we wilden niet meer leven. En die bui. En toen gingen we maar een winkel binnen om van de regen af te zijn. En die winkel, die heette de Sissy Boy. Ja, die kennen we wel, hè? De Sissy Boy, dit is een soort trendy teringwinkel. Ze verkopen kleding, maar ze hebben ook allerlei hippe Polaria in Polaria klinkt als de nieuwe prinses in het koningshuis. Polaria van Oranje. Nou, sla nergens op. Oké, dingetjes. Hippe dingetjes hebben ze ook. Waar hebben ze dan, Ronald? Nou, we verkopen ze stuiterballen en robots. En een agenda met erop konijnen geborduurd. En een gum in de vorm van een broccoli. En een broodtooster met weer diezelfde konijnen. En een kookwekker in de vorm van Che Guevara. En een beeld van Che Guevara in de vorm van een kookwekker. En een Hello Kitty schort. En een springkussen voor jonge lesbiennes. Weet ik veel. Troep van alles. En het wordt steeds drukker in de Sissy Boy. Allemaal mensen, want buiten regent het dat het giet. Dus het komt steeds drukker te staan in de week. Allemaal mensen met diezelfde houding. We willen niet meer leven. Super druk. En ik trek mijn vriendin door die winkel. Shock zo. Ik trek haar achter me. Tenminste, ik geloof dat mijn vriendin was. Een of ander wijf. Ja, ik had ook geen zin meer om te kijken op een gegeven moment. Ik voel ja. Een vrij zwaar wijf was het wel. Vond ik ja. Zwaar. Nou, doet het niet. In ieder geval. Voor de mensen die ooit bij de Sissy Boy zijn geweest, dat is hier in het centrum ook zo, bij de Sissy Boy stikt van de geurkaarsen. Ze hebben heel veel geurkaarsen, hè? Dat is niet normaal. En dat is, als je in deze bui bent, is dat al best wel enerverend. Weet je, dat is een hele stellage met geurkaarsen. Ik kom hier zo... Oh, dit ruikt al minder saai dan de rest van mijn leven. Kijk wat dit allemaal is. Geurkaars, ah, oh, jasmijn, rozemarijn en de lavendel en de patchouli. Leuk, stop ik allemaal in mijn mandje. 4 geurkaarsen wil ik hebben. Ik denk, nou, hartstikke leuk. Hè? Ik heb wel zin om naar huis te gaan. Ik ga naar huis, hè? Zet een kopje thee, steek zo'n ding in de fik. Ik heb wel zin om te leven. Maar toen ging het mis, jongen. 4 geurkaarsen in mijn mandje. Wat had ik alles bij? Ik was klaar om af te rekenen. Toen ging het mis. Wat had ik alles bij elkaar? Ik had een hemd op de kledingafdeling. 4 geurkaarsen. En nog een of andere Hello Kitty dolk. En op een gegeven moment, ik sta in de rij achter de toonbank. Ik sta vooraan, kort jakje, staat vooraan. Achter mij, hele lange rij mensen allemaal. We willen niet meer leven. Achter de toonbank, 2 dames. Eentje voor de kassa, eentje voor de cadeautjes. Zitten de cadeautjes bij, meneer? Ik zeg, nou, deze 2 geurkaarsen, vlam! Neem ze meteen mee. Oh, linten, glitter. Ik kom klaar. Maar toen gebeurde het. De wijf van de kassa, die had 0 emotie. Een stuk karton met lippen. En die telt al mijn dingetjes op. Die kijkt me aan. Die zegt, meneer, dat is dan €329,95. Wat? 3? Zo, ik maakte een geluid.
Ik zei het woord oké. Okay, maar oké begint met O. Toch? Laten we het daarover eens zijn. Oké, begin met O. En O maakte ik iets langer tot O. En in de O zat eigenlijk alle pijn uit mijn jeugd. En bij de K van oké, bij de K herpakte ik mezelf en dacht ik ben een man met een banksaldo, non de Jew. Dit is wat er gebeurde. Mensen kijken me aan en zeggen, meneer, dat is een €329,95. Ik zeg, oké. En ik dacht in dat moment, ik zit helemaal vast. Nee, ik kan geen kant op, want achter mij is een hele lange rij mensen. Weet je, allemaal van die consumptiezombies. Twee kaarsen zijn al cadeautjes. Je kan niet zeggen van, oh, maak maar weer open, want ik ga mijn ego weggooien. Dat kun je niet doen. Dus ik zat helemaal vast van mijn gevoel. Ik heb gewoon afgerekend. Eindhoven, ik heb gewoon jankend stampinnen. Drukte maar op ja. Ik loop naar buiten met al mijn spulletjes. Ik kijk op het bonnetje. Die scheidkaarsen waren €44 per stuk. €44 per stuk! Ik kom thuis, ik steek zo'n ding in de fik, ik rook, niks!